Hallo allemaal en welkom nog eens een keer op een gaming movie. We gaan dus Supermarket Simulator spelen omwille van. We gaan onze supermarkt proberen goed mogelijk uit te bereiden. Lichten uit. Waarvan dat er vandaag geen vlog online is gekomen, is deze gameplay online gekomen. Misschien ziet je het ook aan mij. Ik zit heel zwaar onder de medicatie momenteel. Ik heb een crash gehad ook op mijn werk en al. Dat is niet leuk. Ik probeer nu gewoon nog wat rustig mee bezig te houden. Dus ook deze Supermarkt Simulator zien uit te spelen. Uitspelen, kom. Gewoon onze supermarkt wat weer wat groter maken. Dus we gaan dat op een mooi uurtje gaan spelen. Even kijken hoe ver we al zijn geëindigd. Ik moet nog koffie bij bestellen. Ah ja. Juist, ik heb een plop gemaakt. Ah, hier staat dat voor alles. Koffie. Hé, hey, hier zat nog maar eentje in. Oké. Leuk. Thee. Dus we gaan wel alles nog eens wat bijbestellen. En hoe kom ik in één keer aan $17.000? Oké. Dan gaan we redelijk zelfs wat bijbestellen. Yippee-ki-yay. Maar waar heb ik dat geld in een keer vandaan? Dus, oké, dan gaan we eens even kijken. Supermarket. Meubels. Dan gaan we nog een koelkast bijplakken. Voor actiefries. Oké. Dan heb ik nog 16.500, oké. Okay. Nice. Dan beheer. Dan rekken. Groei. Oké. Okay. Dus even kijken hoe is het nu met mijn winkel. Ik heb hem laten groeien en laten groeien. Wow. Het is nu wel een grote winkel geworden. Dus we gaan er redelijk wat bij dingen bij kopen. Dus dan nog zelfs nog een koelkast bij kopen. Rek bijkopen, denk ik dat het beste is. Even kijken, hè. Ja, we gaan nog een rek bijkopen. Even kijken wat voor producten dat we allemaal nu kunnen kopen. Dus we gaan alles eens één keer kopen. Dus dat in één keer maximum. Dan zijn we bij de kaas aanbeland. Oké, bij de kaas. Waar zijn we nu aanbeland? Rijst. Deze hier. Oké. Ik denk dat ik toch nog wat rekken en al moet gaan bijkopen. Meubels. Ik ga twee planken kopen en een koelkast nog extra.
Een diepvries. Oké. Er moet redelijk veel buiten liggen. Ziet dat de sieren aan. Oh jong, wat een aankoop allemaal. Dus de diepvries, die gaan we hier zo tegen die muur zetten. Nee, we gaan die daar zo zetten, ja. Oei. Moet zo staan, ja. Ja. Dan die grote doos. Dat is nog een plank. Die gaan we dan. Zo zetten, ja. Of nee, wacht. Hier zo. Dan zie ik hier nog een grote doos. Een dubbele koelkast. Dan. Oeh, nog een diepvries. Ja. Aha, nu snap ik hem. Wacht eens even, hè. Die zat goed. Die zat goed. En dan hebben we hier nog een grote doos. Nog een grote plank. En dan maar opvullen. Keys. Deze kunnen we dan wacht hè, dicht zee. Die kunnen we dan even hier dan doen. G. Dat is de melk. Dan heb ik hier het water. Oh. Escape. C. G. Nee, ik doe dat zorgvuldig. Niet zo gelijk hier zo, wat hier allemaal op straat ligt. Oh, het verse cadeauke. Dit is nieuws. Die gaan we hier van onder. Dat zijn 10 stuks, oké. Pasta. Dat wordt ook wel veel gekocht, hè. Dan C, G. Die gaan we hier opplaatsen. Voilà. Water heb ik genoeg. G. Cola. Zou kunnen gewoon een schap. Nee, frigo. Oké, dat zijn twee schappen vol, dat is meer dan genoeg. Dan de koffie. Auw. Dan heb ik nog één koffie over. Dat is dan de G. Die zetten we dan hier zo van bovenop. Voilà.
Dan de eieren. Daar zijn ook nog eieren. En voilà. Die is aangevuld. C en G. En dan gaan we dat dag per dag per dag de rekken altijd aanvullen. Melk. Voilà. Die doos mag ook weer al weg. Koffie, daar hadden we genoeg. Dus die kunnen we hier wat bij opzetten. Allee. Dat gaat hoor, soms gaat dat dus niet hoe je het wilt. Ik ga de kassa hier zo zetten. Voilà. Mooi in het midden. Of wacht. Dan zien we dan toch altijd de dingen. Veel beter. Wat hebben we hier? Hadden we deze ook al? Even kijken. Hij is al in onze schap. Nee. Deze gaan we dan van boven plaatsen. Een valessa. Dan hebben we hier nog de sushi. Die kunnen we wel helemaal aanvullen. Dan ook van onderen. Of wacht. Ik ga heel die rek. Ja, zo. Dan C. Dan leg je de G. Dan hebben we nog de melk. Voilà. CG. Ja, de winkel moet toch 's morgens altijd goed aangevuld worden. Dan hebben we hier iets nieuws. Voilà. Is die aangevuld? Ja. Ja, nu wel. Dan de cakesjes. Die kunnen we hier van onder, ja. Valessa. Mooi. Zelfs nog veel prijzen toevoegen. Deze hadden we nou ook nog niet in de rekken. Oh, mooi. Ik heb toch zelfs veel verkopen, denk ik. Dan hebben we hier nog de zout. De zout is ook al verkocht. Voilà. Dan hebben we hier nog de kaas. De kaas was ook al aangevuld, dus G. Voilà. Go terug naar binnen. Go terug naar binnen. Deze zetten we onder de cola.
Voilà, dat doe ik altijd. Twee schappen atjes vol, zo dus frisdrank. Oh, nee. Escape. C. En dan G. Amai. Mijn toze stapel gaat vallen. Oké. Blijven steunen. Wat is dat voor iets? Dat weet ik dus ook niet wat dat is. Iets speciaals. Iets speciaals. Dan weer een frisdrank. Oh my god, man. Ik heb redelijk wat frisdrank. Voilà. Nog frisdrank. Oh. Goed dat ik. Kan ik dan hier dat plaatsen? Ah. Oké, dan moet dus niet gekoeld worden. Spaghetti. Voilà. Dan hebben we nog brood. Voilà. Jee. Opzet gree. Daar vloog ook de deur uit. Voilà. C. G. Dan hebben we nog yoghurtjes. Dertig stuks, amai. Voilà. We zijn te benen, we zijn te... Oeh, cola. Oeh. Dat zijn wel grote flessen, hè. Oké. Koelkast ook gevuld. En dan nog de chocopotten. Ik heb nog geen diepvriesproducten. Wacht, hè. C, G, en dan kan deze hier weg, en dan kan deze daarbij komen. Voilà. Mijn schap is toch goed gevuld, hè? Mijn winkel. Voilà, ze. Oei. Totale winst min. Waar heb ik mijn winst aan gemaakt? Ik weet dat niet. Oké, de winkel is geopend. Tip didem didem didem. Ik kan toch wel muziek opzetten hoor, mensen. Eens even kijken. Zo wat achtergrondmuziek. Ja. Daar is onze eerste klant. Of toch niet? Nee, ik wil toch de klanten zien shoppen. Ja? Ja. Hier zo dan. Ja.
Melissa, de eerste klant is gekomen. Oh, 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 ja, 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 ja. Juist. Oh my god. 5.40. Oké, okay, wacht, hè. We gaan dus even alles afgaan. Hier zie ik ook geen prijs op. 6.91. Hier zijn ook nog geen prijzen op. 4.20. Alles te goed, eerst controleren. 4.18.5.17, 6.78, 3.92, 5.62, 5.68. Elf punt 25, 6.62, 2.12, 2.81, 2.60. 2.00, 2.81, en dan de laatste 2.58, dan kan mijn winkel terug open. Voilà. Tien punt 16, alsjeblieft. Oh jong, ik heb veel gekocht. Oh, nog altijd. Wacht, escape. Verkoop ik nog ergens een product zonder een prijs? Ja, hier, eentje. 2.10. Oké, dankjewel voor het te melden. Met de kaart, oké, okay. 15.23. Volgende, amai. Nu zijn we echt geld aan verdienen. Wacht hè. Oh, oh, oh. Mijn muis. Ik ga die even wat stiller zetten, ja. Eentje hoger nog, ja. Hier, 11 terug. Alsjeblieft. Met de kaart. 15.70. Dankjewel. $3.40 terug. $24.45, 64 cent terug. Met de kaart, $14.80, alsjeblieft, dankjewel. Hebben we daar een donker van goed? Dan gaan we straks nog verder zien te fixen. Of wat minder volk is. Ik
1961. €0,80 terug. Amai. 42,01, alstublieft. Met de kaart, 58,15, alstublieft. Even go dingen bij kopen, meubels. Ik heb er 10 bij kopen, voilà. Dat is $400, dankjewel. Mijn game bleef even zaken, alles bleef even zaken. Wacht, 9, 88. Alsjeblieft. Ik ga even proberen zo snel mogelijk te werken. $1 terug, 76. Alsjeblieft. Met de kaart, 36, 76. Alsjeblieft. Cash, dat is goed. Kaart, 35,72 alsjeblieft, dankjewel. Met de kaart, 27,48 alsjeblieft, dankjewel. Met de kaart, 312, dankjewel. Met de kaart, 18,34. Ik heb hier mijn winkel leeg gekocht of van mevrouwke. 38,62. Even een prettige dag dan verder. Nu ga ik eerst mijn winkel nog wat verder uitbreiden vooraleer dat ik dingen ga doen. Dat is dat. Zo, decoratie ben ik eigenlijk heel slecht in. Dat geef ik wel eerlijk toe. Dat moeten jullie nooit aan mij vragen. Dus decoreren is ons huis, dat zal ik nooit te goed kunnen. Dat geef ik wel eerlijk toe. Dan als je hier binnenkomt, hupsa. Moet ook wel voldoende verlichting zijn, hè. Pasta, eens even kijken. Schaffel. Schaffel. C. Dan G. We gaan dat hier zo zetten, man. Dat is eieren. Nog ergens eieren. Verval, ja. Schap is vol. Oké. Kaas bijkopen, denk ik. Nu gaan dit als alles even ontgrendelen. Voilà. Even kijken wat we nog kunnen bijkopen. Ik wil dit hier kunnen halen. Kassa, medewerker en vakkenvuller. Die twee wil ik kunnen unlocken nog. Vooraleer dat we
deze gameplay gaan beëindigen. Het water ga ik wel echt niet uitverkocht, hè. Water, water. De thee. Oh, thee werd wel goed verkocht. Close. G. Dat is koffie. Koffie is volledig vol. Dan hebben we hier olie. Oké, close. Oké. En dan moeten we het dus elke dag zo doen, hè. Oh. Dan de melk. Hier wat aanvullen en van onder wat aanvullen. Dan C en G. Ik ga choco bij, wacht hè. Even kijken waar ik echt moet bijvullen. En dan gaan we dus echt beginnen bij te houden. Dus ik ga een plat papier halen. Vandaar heb ik niet wat te rekenen. Mijn stoktelling, hè. Dus hier eens plaats maken. Voilà. Even kijken wat ik moet bijbestellen. En nu dat ik mijn stilo vallen. Die zag ik bijna niet liggen. En ik ben al zo big af. Dus even kijken. We gaan eerst de dozen opwerken. Ja. Dat gaan we doen. Dus sushi. Ik denk dat ik wel choco moet gaan bijvragen. Oh, ik heb hier nog een doos sushi. Voilà. Ik ga een doos choco bij bestellen. En dan hebben we hier nog de kaas. Kaas is ook al vol terug. Is dat alles? Ja. Dus ik moet alleen maar choco gaan bijvragen. Oké. Deze gaan wel redelijk snel de deur uit. En dat moet ik wel eerlijk toegeven. En dan nog pakken melk, juist. Melk hier. Ik ga dat hier ook zo te twee doen. Voilà. Dan gaan we dat halen, hè. Choco! We could be holding
C, G. Malik. Gaan we nog? Oké. Voilà, laat de winkel nu maar terug open gaan. Ah, level 10. Level 10. Wat was dat? Koffie. Oh nee, oké, kijk gewoon naar de laptop. Goede suiker was bijna op. Oké. Amai. Allee, ik doe dat toch. Daar eens een keer op mijn muis klikken. Snap dat niet. Even kijken. Dat was iets grootsachtig. Ik heb mijn Ebo weggehaald. Deze is dat. Ja, want er zullen er twee kopen. Oké. Okay. Die gaan goed de deur uit. Precies. Dan kan ik dat wat beter opvolgen, hè. Hier staat nu toch niks meer, hè. Nee, oké. Dus even kijken wat ze hier nog van hebben. Oké. Mooi. Een hele rij. Dat is goed. Die stond ergens onderaan. Deze.
Hier is nog een schap leeg. Blauw is achtig. Deze. Boeken. Bijna die boeken. Deze hier. Dat zijn chocoladerepen. Spaghetti is ook al op. Spaghetti ga ik bij bestellen. Ik ben ook goed in trek. Ik moet zorgen dat mijn rekken altijd goed gevuld blijven, hè mensen. Oh, zo van die keksjes. Oh, hier zijn ook al redelijk veel dingen. Oké. Deze. En deze. We zijn nog net op tijd. Oké, nu even eerst eens de stokkassen aanvullen. Kaas. Ja, kaas heb ik nodig. Moet ik er dan bij bestellen? Nee. Sushi. Ik wou melk moet gaan bestellen.
sticks and your stones. Go break all of my bones. You won't ache my soul. You can't get to me. And there is no barricade that I can tear away. Shoot me down the fire away, away. But I'm a heavyweight. I'm a heavyweight. Kan deze product niet, ja, ik wou die gaan verplaatsen. Schap is vol. Wat hebben we hier dan nog liggen? Die chocoladereepjes. Zullen ook wel vol zijn zeker? Nee, nu zijn ze wel vol. Oké, wat moet ik nog bijbestellen? Dus even eens gaan kijken. Ik denk dat ik ook nog zo van die cola. Moet ik wel een silo hebben die schrijft, dank u. Cola. Bio Josse. Zo dan. Dan die Turco moet hè. Laatstens Turco. En dan heb je nog de gewone cola. Dan zoals we zien na zien na appel dan nog die bio juice appel. Dan dat groen, ik weet niet wat dat groen is. Turpies of zoiets. Ik ga even kijken hoe dat op de computer heet. Dus ik ga dat heel anders er doen. Wacht hè, graan. Gesneden brood. Dan bloem. En alles is even aan het opschrijven. Olie. Pasta. Poedersuiker. Suiker. Dan heb je fles water. Water. Dan heb je kaas. Koffie. Eieren. Melk. Zwarte thee. Dan pindakaas. Bloem. Ik heb hier weer al twee keer een bloem al. Crafting. Graf.
En dan hebben we nog Farine of zoiets. Farine. Dus naast is Farine. Farine. Olijfolie. Olijfolie. Spaghetti. Rijst. Basmati. Rijst. Zout. Sinaas. Appelsap. Cola. Zap. Appelsap. Melk. Six pack. Turco. Oh my. Bon. Papa. Pieters. Pak ik dan gewoon kijk. Dan is het P. E. P. I. T. E. S. Hey, mijn blad is te klein. Mijn blad is te klein. Mijn blad is te klein. Snoep. Bon back. Bon back. Crispy. P. P. Dan. Chocoladereep. Cool. Lade reep. En dan hebben we nog yoghurt. Voilà, eens even kijken. Is er... Ah, oeh. Brood. Hebben we nog genoeg? Die chocopik kunnen we al één keer eens bestellen. Heb je die dan echt daar niet opgeschreven? Huh? Graan. Ah, die staat bij graan. Dus naast is
Intro. Key. Pick. Oh. Daar kunnen we één doos van bij. Wacht, dan. Ik ga ook iets halen. Nog iets kleine cakes. Als iemand mij eens ooit eens dingen als cadeau kan doen, bijvoorbeeld zo een lijntje. Dus ik heb hier bijna geen plaats aan. Dus dan gaan we dat dus zo doen. Zie je nergens geen tekst, dat is goed. Dan trek ik hier een lijn. En dan per product wil ik ook zo lijntjes maken. Maar mijn tussenbord staat dan even in de baan. Dus ik ben dat nu zo wat op aan het maken. Kijk maar mensen. Heel mijn plan ligt hier op tafel. Veel producten nog waar ik lijntjes onder moet gaan trekken. Ik ben een echte winkel aan het uitbaten, dus dan moet er redelijk veel. Ik weet niet hoe ze dat doen in de echte supermarkten. Hoe ze daar met die tellingen doen, maar ja, tegenwoordig is dat allemaal computer. Dus de computer is dat gewoon pliep, 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 pliep. En dan wordt alles al gewoon automatisch al besteld. Hè. En na de stream ga ik wel eens iets zoeken. Dat ik morgen vroeg zoals naar de winkel ga en eentjes schrift ga kopen. Ik ga er blijkbaar iets aanhangen. Ik ben bijna onder. Lassa, hier is mijn resultaat al. Dan heb ik hier ook nog een gedeelte. Dus er kan altijd er wat bij komen. Dus onder elk product trek ik een lijntje. Voilà. Nu kan ik eens, eens gaan kijken. Hè. Kan ik mijn lat al even al wegleggen. Hopelijk krijgen we dan onze winkel rap geüpgrade. Eens even kijken, we beginnen hier. Brood. Gesneden brood moet niet. Dan hebben we Chocopick. Ja. Dan hebben we één doos bij bestellen. Gesneden brood, niks. Dan Bloomcraftum. Bloomcraftum.
Hoe zag dat er weer al uit? Loom Craftum. Dat zijn die blauwe pakketjes. Nee, die moet ik ook niet bij bestellen. Olie. Ook niet. Pasta. 1 doos. Poedersuiker. Nee. Nog genoeg van. Flesjes water. Ook niet. Kaas. Ook niet. Koffie. Ja. 1 doos. Eieren. 10 en 12. Nee. Melk. Nee. Zwarte thee. Nee. Gaan we ook laten uitverkopen. Pindakaas. Pindakaas, pindakaas, pindakaas. Dat zal dit wel zijn, zeker. Of is dat dit, hè? Dat staat er. 12. Daar hebben we toch ook nog genoeg van. Dus, nee. Dat zijn die rode zakken, zeker. Darian. Hier, dan ga ik toch een doosje van bijkopen. Olijfolie. Ga ik ook een doos van bijkopen. Spaghetti 0. Rijst. Rijst. Nee. Zout. Ja, kijk, toch geen doos bijbestellen. Sinaasappelsap. Ja. Cola. Ja. Zep. Nee. Appelsap. Ja. Melk. 6 packs. 6 plus. 4 is 10. 12 pakken heb ik dan nog. Nee. Dus daar heb ik ook nog genoeg van. Turco. Ja. 1. Bon Papa. Dat zal daar wel zijn. Bonpack. Nee, Bon Papa. Even kijken wat dat betekent. Bon Papa. En dat zijn die cakesjes. Er is nog genoeg van. Petites. Ik denk dat dat die rooipakjes zijn, hè. Petites, ja. Dan gaan we ook eentje van bestellen. Snoep ook. Crispy Chibi. Die hebben we ook nog genoeg. Chocoladereep. Die hebben we ook nog genoeg. En dan nog eens yoghurt. Oké, eens even kijken. Dan voor de bestellen. Dus graan. Dus hier 1 van. Dan pasta. Koffie. Bloem. Ja. Olijfolie. Zout. Daarnaast appelsap. Cola. Turco. Kijk, petites. Nee, ik kan zeker niet meer dan 10. Oh. Okay. Ik kan geen aankoop doen. Even dag 13 beëindigen.
dan Snoek, deze. En Joker, hè. Ja. Dan gaan we dat dus even aanvullen. Dus nu nog even gewoon de rekken aanvullen en de koelkasten aanvullen. Voilà. Dan de gewone cola. Voilà, C en G. Dan hebben we de pasta. C, G. Gaat toch goed met mijn winkel? Dan C, G. Dan als zelfs mijn winkel open is, dan ga ik nog wel iets drinken halen. Dan ga ik mooi in het hoesje staan en dan kunnen jullie ook alles volgen. Koffie. Dan moet ik nog eens even kijken naar al de prijzen. Die moet ik ook continu aanpassen. Wel goede muziek op de achtergrond. We hebben nog twee dozen. Voilà, het schap is vol. Oei, die had er toch nog redelijk veel. Oké dan. Nu gaan we eens even kijken naar de prijzen, als we niks moeten aanpassen. 25. Wacht, hier kan ik dat opzien. Als er iets is aangepast. De koffie is omhoog gegaan. Dus we kunnen die aanpassen. Voilà. Oei, de eieren zijn omlaag gegaan. 3.10. Dan moet ik het dus allemaal opvolgen, hè.
voor de rest is alles oké. Dus ik zal zeggen, de winkel is terug voor geopend. Dan ga ik koffie halen om te drinken. Nog geen klant gekomen, mensen? Nee. Oké, dan. Toch wel een mooie winkel, hè. Goed gevuld. Ooit, die dozen zijn daar bijna aan het vallen, maar maakt niet uit. Oeh. Hoi, dame. Level hoeveel moet je dan zijn voor level 15. Hier zo een toeske nu zo staan, eens even kijken hoe alles verloopt. Allee, we gaan dus alles even dus rondwandelen, dus even kijken of we misschien al kunnen aanvullen. Ik ga de lichter nog even uit doen hoor. Er is nu nog licht genoeg buiten. Dat ik eens de appelsap ga bestellen. De appelsap is bijbesteld. Spaghetti ga ik bijkopen. Zo'n aankoop gaat wel redelijk snel, hè. Ik doe het toch nog altijd liever zo zelf, hè.
Kreeg 27 terug. En 50 cent. Met de kaart, mevrouw? Oké. €0,82 terug. €23,99, alsjeblieft, dankjewel. Sixpack is omhoog gegaan. En wat was er dan omlaag gegaan? Een flesje water is omlaag gegaan. Dus we gaan nog eens even kijken, hè. Gesneden brood hebben we nog genoeg. Dus ik moet opnieuw de lijnen al trekken. Even gezongen, Dimitri. Ja. Dat nu is anders er eens gaan aanpakken, de bureauke. Dat ik zo wel alles weg. Ga die kassa even dit hier zo zetten, dit. Het is zo'n fout hoe ik het heb staan. Zo, ja. Zo, ja. Oké. Ja.
Dus even kijken, hè. Ages. Het is een appelsap. Kunnen we die vuilbak hier ook niet eens gaan binnenzetten, man? Dan. Dan krijg ik ook wel bij de cel twee keer. Hoe doe ik het, mensen? Hoe doe ik het? Hoe doe ik het? Damn you. Even kijken wat we hier dan nog nodig hebben. Van die groene drankjes. Van die groene dranken, Hier, sap. Gaan we zo eens even te voet eens, de dingen gaan verkennen. Ah, dan zullen we dat eens even doen. Ik vind het wel jammer dat je zo niet kunt chimpen. Wat is dit hier? Dit hier voorstellen. We gaan eens even op stap. Oversteken. Oké. Daar is misschien kan ik daar eens gaan aanbellen. Dat kan ook nog een shop worden van ons. En een hele grote supermarkt gaan uitbreiden. Ik moet nog wel mijn weg nog terugvinden, hè, mensen. Klein parkje. Hier de post. Die staat ook maar gewoon over. Oké, dan stap ik ook gewoon over. En dan zijn we terug aan onze winkel die we nu gaan openen. En de dag is al bezig, hè, mensen. Ben ik gedaan aan het vullen. Dat vind ik dus zo irritant. Wacht eens even kijken. Go, go, go. Deze was dat. Aankoop. Loop, 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 lopen. Opnemen. Ik krijg 9 centjes terug. Alsjeblieft. Je betaalt met de kaart.
37,96, dankjewel. Oei oei. Enter. Even iets gaan aanvullen, Crispy. Ja, ik kom zo meteen, mensen. Ze gaan even een schap even aanvullen. Die bijna leeg is. Cash. $1.29. Alsjeblieft. Geef me de kaart. 2,62. Alsjeblieft. Kom met de kaart. Ja, natuurlijk. Dacht ik het wel niet. Alsjeblieft. Cash. Je krijgt niks terug. Moet wel in de gaten naar 49. Dat is 66 terug. Alsjeblieft. Even eens kijken hoe het zit met mijn... Oei, melk is op. Melk is op, melk is op, melk is op. Melk. Even aanvullen de melk. Die bloem weer al uitverkocht. Of dom, zit te ver. Die blauwe bloem. Weet je wat? Ik ga daar nog zo'n eentje van kopen en dan van een andere schap even zetten. Want die verkoopt wel goed. Ik ben direct daar. Voilà. Oh, 95 terug. Met de kaart, 38, alsjeblieft. Cash, dat is juist. Je moet hier nog gaan bijbestellen, sushi. Wat hebben we hier ergens wel staan, sushi, sushi, sushi. Sushi, 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 sushi. Op man, oké. Niks terug. 20,30, 70 cent terug. Ingesneden brood, oh my god. Dus 5 centjes terug.
zelfs mijn soktelling doen. Mijn winkel begint wel echt uit de verkocht te raken, dus dat is goed. $4 terug. En $37. Ik heb juist betaald. $63 moet ik terug hebben, oké. Dat klopt. $31.91, alstublieft. $67 terug, oké. Oké. We gaan de eerste karton nog eens opwerken. Dan bij bestellen. Ik denk weer dat ik er veel moet gaan bijbestellen. Zometeen kijk voor de laatste dag open deze gameplay. Ik kan nu niks meer bijbestellen, hè, mensen. Dan ga ik eens gewoon kijken welke kartonnetjes ik dan nog wel heb. Hè. Bijbestellen. Ik
Sinaasappelsap. Oké dan, op zaterdag. Ik denk eraan mensen, morgen, dus wanneer ik echt me terug goed voel, ga ik dat ook terug in een livestream vorm doen, want dit is echt gewoon leuk. Gesneden brood. Ja, ik kan dat ook dus zo doen, hè. Dus thee en gesneden brood al. Gesneden brood. En thee. En dan twee producten. Daarna rijst. Rijst. Sushi. Vier producten. Dan nog van die cake. Cake en kaas. Cake, kaas, eieren. Cake, kaas, eieren. Cake, kaas, eieren. Cake, kaas, cake, cake, cake. En kaas. Cake, cake en kaas. En eieren. Snoepjes. Ik kan nog twee aankopen doen. En dan van die olijf. En spaghetti. .74 en 2.41. Oké. Dat is wel echt die. Ja, want ik ga het eerst deze anker doen. En dit zal dus even gaan aanvullen. Dat het toch al wat deftig is. Nou ja, pas vol. Eieren. Spaghetti. We gaan proberen een gameplay van 2 uur neer te zetten. Het is nog een mooie 18 minuten. Dan nog de snoepjes. Dan proberen dan een taak uit te spelen. Thank you.
Tot aan de producten te perfecten waren. Alassa. Het brood. Ik ga van boven zetten. Dan komt hier weer een schafrij. Even kijken wat we dan nu nog nodig hebben. Oké. Deze. Die is precies ook van prijs gedaald. Die al aangepast. Ja, oké. Appelsap hebben we ook nog nodig. Appelsap, oké. En dan die koffie en pasta, koffie en pasta, koffie en pasta, koffie en pasta, oké. En dan zijn we onze rekken weer al vol. Oh, mooi gestapeld. We kunnen eigenlijk al in principe terug open gaan, hè? In principe wel. Ja. Nee, waarom doe ik dat nu? Ja, maakt mij niet uit. Waarom deed ik dat nu? Waarom? Ik ben lomp geweest. Want dit is ook wel echt veel gekocht, hè. De appelsap. Dat is een lege doos. Een lege doos. C en G. Voilà. €12.67, dankjewel. Oh, hier staat iemand. Dus hoe snel dat gaat bij mij. 1,50,19, alstublieft. Cash, meneerke, ik heb het al perfect.
wel snel service, hè, omaatje. En alles goed, ja. Hallo dame, alles goed met jou? Ja. Ah, geef dat met de kaart. Oké, dat is een 30x70 alsjeblieft. Dankjewel. Cash meneer, 66 centjes krijg je terug. Alsjeblieft. Ik kijk dat ik al een paar dozen kan wegwijken, hè. Ja, dus. Want ik heb al één doos al weggewerkt terug. Woehoe! Cash meneer, ja, oh, krijg je 80 terug en 47 centjes. Oh, ik ben echt moeite, man. Wat kan ik eigenlijk op level 12 doen? Ja, ik kom trek. Level 12. Kom uit middelen. Level 15 nodig. Dat is dan werkers. Dag mevrouw. Dat is perfect. Hoe zit het dan met het... Oh ja, het water op. Ik weet ook al niet vaak dat het water op is. Dan ga ik nog gauw bestellen. Water. Dertig centjes terug. Full cash, 31 centjes terug. Ja, ik ga even iets halen buiten. Het water. Want die is blijkbaar op. Allee, weer al de stoktelling. Ik neem dan
kassa. Je gaat toch niet naar mijn kassa. Ik was zo stuk te lingus, meneerke. Dan moet je mij nog komen storen. Dat maakt niet uit, ik help je als liefde. Oké, wacht hè. Ze gaan chocobrie, ja. Gesneden brood, daar ga ik ook nog een doos bij kopen, ja. Bloemkraften. Kijk ook mijn doos, ja. Olie. Ja, kijk ook eens deze keer zijn doos meenemen. Pasta. Ja, pasta. Poedersuiker. Ja, kijk ook mijn doos. Flessen water niet, want die heb ik genoeg nu. Kaas. Kijk, ook nog één doos koffie. Ook één doos eieren. Ook één doos. Namelijk, ja. Zwarte thee. Ja. Pindakaas, ja. Bloem, patine. Ja. Olijfolie, ja. Spaghetti, ja. Ik ga gewoon alles opnieuw eens kopen. Ja, ja. Hup. Dan gaan we nog tak 17 ook nog gaan spelen. Olijfolie, die zijn in prijs gestegen. Oké. Oh, 6.82. Dankjewel. We gaan eerst alles bij bestellen. Dus. Alles één doos. Nee, water niet. Water hebben we genoeg. Water hebben we genoeg. Water hebben we genoeg. Zijn bij de melk aangekomen. Zitten bij soda. Dan de gewone cola. De yoghurt, dan ietsje, want ik denk dat ik zelf dingen kan, licentie aankopen, voilà, dan kunnen we weer iets meer verkopen, dat zijn deze. Gesneden brood. Hop. Dat is veel iets nieuws. De cola. Punt 6, enter en cakeskes. Them
mannelijk. Eikes. Coffee. Kaas. Ik heb niks nieuws meegenomen, hè. Ik vind dat wel jammer. Sushi! Dat wordt wel goed verkocht. Thee. Ik zeg, kaas is een random pak pakken, maar het zal toch weer gerendeld zijn, dus, hè. Voilà, voor de deur. Gesneden brood. Ja, die kunnen we hier dan ook nog bij zetten. Voilà. De zep. Die wil ik ook nog staan. Moet die ook aangevuld worden? Nee. Dus die kan eigenlijk perfect hierop. Dat dat hetzelfde is. Sinaasappel. Hebben we deze ook al gehad? Voilà, doos is vol. Veel dit nieuws. We gaan eerst kijken als dat goed verkoopt. Dan kunnen we nog altijd een shop bij kopen. Kunnen we die hier zo al plaatsen. Oei, zo spreken ze. Dat gaat ook wel weinig kosten waarschijnlijk in gaan. Of toch niet? Ze gaan er allemaal in. Wauw. Deze is toch altijd zo rap uitverkocht, hè? Die bloem. Cola. Zat die hier ook al ergens tussen? Ondertussen zijn we over de 2 uur bezig al. Goed dat mijn dozen allemaal nog mooi buiten opgeruimd geraken. Ik kan zien een reden om te proberen te vechten voor mij.
appelsap. Veel aanvulling. En het echt niet gaan doen, hè, op de dozen gaan staan. Je kunt die dan zo induiken. Ja, doos zit vol. Hebben we hier ook al de choco eggen staan? Nee. We moeten die hier zo zetten, de choco. Ja. Oké. Dan de volgende doos. Chocoladereven. Voilà. En dan hebben we de zout. Ik weet dat dat al perfect staan, ja. Hier ook kijk eens, die koekjes al liggen neer. Nee. Oh yeah! Amai. Yoghurt. Nee, dat waren de snoepjes. Die daar, ja. Nee. Jawel. Oh, zo snel terug eens opengaan dan voor... De laatste dag. En ik wil ook echt gaan slapen. Een schap gaan bijkopen. Even gewoon naar de supermarkt gaan, meubels. Laat gekocht. Kan niet meer terug. Hier staat hem, de rek. Er langs zetten. Amai. Dan is het al vol. Ik hoop niet dat daar veel gekocht gaat worden. Ik hoop dat appelsap. Die was ook al volledig al aangevuld. Oké. Die moest hier dan ergens liggen. Appelsap.
Nee. Hier, appelsap. Die is vol. Die is vol. Sommige dozen hebben toch al wel redelijk veel dubbel. Spaghetti. Die was helemaal uitverkocht. Voilà, zo. Dan hebben we nog rijst. En ik zag daar nu ook net iets. Ik vind het ook wel cool dat er QR-codes daarin zitten. Nog twee dozen. De pasta doos hebben we nog niet. En dan hebben we nog één doos melk. Ja, het is de dag. Dag meneer. Oh, wacht. Escape. Want ik weet dat ik hier nog een paar producten heb staan. 4.73. Oké. En dan heb ik hier ook nog eentje. 15.41. Oké. Staan hier ook nog producten op zonder prijs? Ja, hier 20.54. Oké. 3.05. Oké. En 2.10. En heeft ook alles. Oh. Maar nog geen. Leuke producten, nieuwe producten verkocht. Ah, daar zag ik net dat ze ook de nieuwe producten aan het kopen waren. Dat is helemaal juist, meneer. Dat is helemaal juist. Met de kaart, meneer. 45,27 euro, alstublieft. Dan krijg jij 49 terug ook. Oh.
74 cent. Alsjeblieft. Dan krijg je 17 cent terug. En 78. Ja, godverdomme. Maakt niet uit. 42. En 16 cent, alsjeblieft. De wc-papier gaat meestal eerst al uitgebracht zijn. Die ga ik eens even terug bij bestellen. Wc-papier. Ik ga er in één keer er 10 van kopen. Voilà. Nu in het tussenuit geraken. Even mijn klanten helpen. Dat is juist. 29 terug. 46 cent. Coco cash, ja. Yeah. Twee keren al te veel terugbetaald. 10,40. Dat alsjeblieft. Escape. Even gewoon op een aanvullen. Voilà. Dat klopt. Met de kaart. 43, 60 alsjeblieft. Met de kaart. 30,41 alsjeblieft. Dan krijg je $1 en $32 cent terug. Meneer, ik ga heel eventjes het licht aansteken, dus heel eventjes geduld. Voilà. $29,40. Dan krijg je $38 terug. En $41 centjes. $1 en $60 cent, alstublieft. Zie hier dat hier in de shop is uitverkocht. Dat is met die keusproducten. Wacht hè. Ik denk deze. Snel zijn hè, ik moet echt snel zijn. Ja, ik heb die nog de juiste. Dat die hier ook ergens tussen lagen.
prachtige eer. Zijn de laatste. Alsjeblieft. Nog een keer gaat. Oh ja, dat is nog een. Ja, ze heeft gisteren weer wc-papier genomen, hè. Als ik elke doos ben afgegaan, dan stoppen we met de gameplay. Die zijn dus ook al in orde. Oké. Dozen ga ik er niet op. Dus het gaat nog heel eventjes duren. Ik denk dat dat deze zijn. Ja. Alassa, de juiste trek, hè. Aha. De koffie. Ik ben nu aan het proberen wat afval weg te gooien. Is vol. Oké. Kan toch wel goed stapelen, hè? De kaas. Kaas op. Ik moet toch zelfs weten hoeveel winst dat we hebben gemaakt. Schap is vol. Oei. Voilà. Weer een doos leeg. Oh, de echte cola.
doos leeg. Hup, weg ermee. De kleine doosjes ga ik daar stapelen. Weer een doos leeg. Weer een doos leeg. Gaat toch snel, hè? Dan hebben we de volgende. Ook weer een doos leeg. Bouwbakken. En de volgende. Hopsa, schap is vol. Spaghetti. Oké, doos is vol. Doos leeg. Wauw, er zat maar nog maar één pasta in. Ik ben de dozen wat aan het sorteren. De choco pasta. Dat is wel zo'n kleintje, hè? Ja. Nog zo een. Zo, opnieuw vol, oké. Als dat niet mooi opgeruimd is, en dan op de reis. En dan gaan we dat hier ook nog gauw doen. Ik weet nog gauw hebben. Ah, oh, dat gaat dus nu niet. Even gauw kijken.
poeder, shushu, poedersuiker is omhoog gegaan. Oké. Okay. Oh jong, 7.14. Daar moeten we van profiteren. Ik heb er twee kopen, voilà. Wc-papier is altijd redelijk veel. Kunnen we maar 3 hoog stapelen. Vind ik wel jammer. En dan ga ik zelfs nog eens kijken wat ik kan bijbestellen. En dan kunnen we weer op de dag beginnen, hè. Poedersuiker. Hier daar ook nog een eigenschap. Chocoladereepen. Ik heb ze nog niet vol. Rijst. Rijst en pasta. Rijst en de pasta. Oké. Sushi. Melk. Dat is helemaal veranderd. Deze en... Oké, we staan er. Dat is niet meer veel. Die.
Als de stok is bijgevuld, dan ga ik saven en dan stop ik ermee voor vandaag. Kan ik die hier ook nog opzetten? Ja. Nog 3 dozen. De pasta! Dat is alweer al een andere type doos. Want die zijn toch ook wel redelijk snel uitverkocht. De chocolade mee. Voilà, ça. Dan heb ik alles zeker. Ah nee, nog Chevelle. Voilà, dit was het voor vandaag. Opslaan. Voilà, het is opgeslagen. Vergeet zal zeker niet deze gameplay te liken, onderaan te abonneren. En vergeet ook niet om te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog of een livestream is. Of een andere video. Tot later.